Steven, je bent een van de oprichters van Mini Mama. Klopt. Wat is jullie werkwijze? Onze werkwijze is dat wij er willen zijn voor mensen die ofwel niet kunnen rondkomen, ofwel mensen die niet kunnen meekomen in de samenleving. Rondkomen, dan hebben we het over mensen die financieel heel krap zitten, weinig geld hebben, in armoede leven. En mee kunnen doen, dat is vaak de keerzijde van dezelfde medaille, maar niet altijd. Mensen die het gewoon lastig vinden om in de snelle, hectische maatschappij mee te komen. Dat is eigenlijk de doelgroep waar wij ervoor zijn, sinds 2007. En sinds vorig jaar hier in Winterswijk. Hoeveel huishoudens zijn er in Winterswijk die gebruik maken van jullie diensten? Nou, dat zijn er heel veel inmiddels. We hadden bedacht, samen met de gemeente, toen we hier zouden komen, dat we na een jaar ongeveer zo'n 100 huishoudens zouden helpen. Maar we zitten nu na een half jaar op een kleine 250 huishoudens inmiddels die we helpen. Dat zijn alleenstaanden, maar ook gezinnen. Dus we voorzien echt in een behoefte. Het gaat echt heel, heel hard. En nogmaals, dat doen we graag, want we zijn er voor die gezinnen. Maar dat betekent wel dat het aanpoten is en dat we op alle fronten gewoon alle zeilen bij moeten zetten. En er komen nog wel meer bij als de energie... Ik denk het ook, ja. Niet alleen in de supermarkt, want daar is de aanpoten, maar de kringloop bij ons, die voor iedereen bedoeld is, hè, die maar wil. Vanuit de kringloop financieren we eigenlijk de voedselhulp in de supermarkt. Ja. Dus juist ook, die kringloop moet nu flink gaan draaien, om uiteindelijk die hulp in die supermarkt te kunnen verlenen. Maar kunnen mensen hier producten naartoe brengen? Of hoe werkt dat? Dat kan, ja. Mensen zijn als klant van harte welkom op het moment dat zij thuis spullen opgehaald willen hebben, die je hier om je heen ziet, die wij kunnen verkopen. Dan doen we dat graag, kunnen ze hier een afspraak maken. En uiteindelijk met elke bank of kast die we hier verkopen, kunnen we daar mensen helpen. Ja. Dat is het principe. Ik heb begrepen dat jullie ook actief zijn wat betreft Oekraïne. Mensen uit de Oekraïne die naar Winterswijk zijn gekomen. Ja. Wij hebben contact met de Winterswijkse Uitdaging. Die hebben ons gevraagd of wij het inverzamelpunt wouden worden voor de Winterswijk. En dat zijn we zo geworden. En zo hebben we contact gehad met de mensen van de Twee Bruggen. Daar de opvang wordt daar geregeld en de mensen komen dan, kunnen twee keer op een nacht kunnen ze hier komen, worden ze met een busje worden ze gebracht, worden hier voor de deur afgezet. En dan kunnen ze hier boodschappen doen en dan helpen we ze mee waar we ze kunnen helpen. Met kleding, met speelgoed, met een praatje, even er zijn, zodat ze het verhaal kwijt kunnen. Wij brengen voedselpakketten naar de vluchtelingen toe en dat krijgen we gefinancierd vanuit de gemeente. Dus dat is keurig geregeld. Onze stichting heeft niet zoveel buffers of vermogen om dat zelf allemaal te kunnen ophoesten. We helpen graag. En die financiële hulp van de gemeente is hier perfect geregeld. Met welke partijen werken jullie samen? De Winterswijkse Uitdaging. We hebben contact met de Stadsbank. We hebben contact met verschillende bewindvoeringskantoren. Met Feinde hebben we contact. Met sociale diensten hebben we contact. Ja, dat zijn wel de belangrijkste instanties hier. En de gemeente natuurlijk ook wel. Er is in Winterswijk een platform Armoedevrije Winterswijk. Daar zitten wij ook in. Daar schuif ik ook aan. En daar zitten eigenlijk alle partijen die het toe doen en die iets kunnen doen voor de doelgroep zitten daar aan tafel. Overleggen we over een aantal dingen. Dat is één keer in de maand, geloof ik. Ja. En eigenlijk elke dag, op het moment dat het nodig is, dat we de voedselbank bellen of dat we de kledingbank bellen. Of dat, dan dat we operationele, eigenlijk, dat gebeurt ook. Ja. Hoe is jullie beschikbaarheid eigenlijk? Want volgens mij zijn jullie gewoon heel erg druk. Zeker met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Sta je ook op zondag hier nog noodpakketten in te pakken en naar de Twee Bruggen te brengen. Ja. Wij bestaan al 15 jaar. Drie locaties. En nu een half jaar hier in Winterswijk. En ik moet zeggen, het voelt wel erg goed dat we ook hier zitten. Niet alleen dat in de Achterhoek is nu een beetje een compleet plaatje voor ons. Maar ik heb het idee dat we echt van toegevoegde waarde zijn hier in Winterswijk voor de mensen die het hard nodig hebben. En dat voelt bij mij en bij het hele team hier in Winterswijk ontzettend goed. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja. En we zoeken voor het team Winterswijk echt nog vrijwilligers. Dus op het moment dat mensen zich denken, van, ik vind het leuk om er te zijn voor mensen die het moeilijk hebben. In een supermarkt iets te doen, in een kringloop iets te doen. Of bij onze dagbesteding vrijwilligerswerk te doen, dat kan. Ja. En dan kunnen ze zich melden eigenlijk in de winkel. Ja, in de winkel bij ons kunnen ze zich melden. En dan krijgen ze een papiertje mee. Gaan we een gesprek aan en dan gaan we kijken wat ze ons kunnen aanbieden. Waar zijn jullie op internet te vinden? Op www.minimanna.nl. Dus kind kan de was doen. Mini met één N, manna met twee N'en. www.minimanna.nl.